come in. Whoa! I'm gonna let me do something to go. I can't simply unless I'm with the mint better than I can. I'm gonna move any. I can't fucking put the mint. No, no, no. With the mint, it's not my cheek. Okay, so, kom eens kijken, onzicht. Wacht, wat heb jij ook al gezien? Wij zijn meer dan zo bij dit moment. Dit maakt me ziek. Dit maakt me zo. Nee, dit maakt precies niet. Dus, nee. De broer, oké, maar de broer niet lekker. Nee, nee, nee. Het is lekker. Dit maakt het iwi. Nee, man, pillen is. Oké. Wat is jouw probleem? Het is eigenlijk limoen. Ja, maar limoen is. Limoen is gaat niet lekker. Maar limoen is eigenlijk limoen. Ja. Nee, eigenlijk heb ik wel lekker. Je weet, dus dat is allemaal bij dit erop, hè? En allemaal twee is nog niet eens een rookje ziek. Dus het is belangrijk om je vitamines te drinken. Nou. Dat is lekker. Dus goed, ja. Vitamine C. Dat is wel erg goed. Dat is goed, ja. Ja? Dus anders is het minder. Dat is toch een minder. Dat is lekker. Wat we gaan doen is, ons zal hier een beetje minder vitamine G en meer limoen. En hier een beetje meer vitamine G en minder limoen. Is het groeit? Hoe kan jij daar opgeroepen? Groeit! Ze staat in zo'n machtig als niks wat mijn God niet kan doen. Ah ah! Mijn God is zo groeit! Ze staat in zo'n machtig als niks wat mijn God niet kan doen. Ah ah! Jou, dit houdt je gezond in de winter. Zo, ons is bezig met die terug van die geest. Dat is het. Ja. Ja. Oké. Galatiërs 5 vers 22 tot 23. Kom eens kijken of jullie kan onthouden wat terug van die geest is. En dan moet ik wel raak kijken, hè. Zo, ons begin eerst met liefde. Maar liefde is niet die terug van die geest, nie. Ons het liefde nodig om die terug van die geest te doen. Vind je zo? Oké. Zo, die terug van die geest is... Vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, gezondheid, getrouwheid, nederigheid en zelfbeheersing. Vreugde, vrede, geduld, getrouwheid, getrouwheid, vriendelijkheid. Is het vriendelijkheid gedoen nog geduld? Maar wat is vriendelijkheid gedoen? Wat van vriendelijkheid nog geduld? Oké, wel. Wat vind je toch heel erg? Vreugde. Alright, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid. Limoene, naartjes is goed voor jou, dan de vitamine C. Vitamine C is goed voor jou, vooral in de winter. Kijk, so, het gaat wat goed is voor jou, dus is het belangrijk is. Oké, zo goed hartigheid. Maar natuurlijk, baie van die goed begin eerst in ons hart. Hart. Je moet snacken vannacht, en dan gaat het ook naar ons. Handen. En dan ons mond. Ja, jullie gaan niet rarig naar je gezicht doen, nee. Jullie gaan eindelijk meer van jouw hart naar jouw handen. Ja, wat is mijn hands, mijn knees, mijn toes, mijn foot? Ears, nose, touch your knees, my toes, knees and toes, ears, shoulders, knees and toes, knees and toes.
Ek is so kom. Ek kan jou. Nou, so goedhartigheid is dis wat jy doen. Dit gaan baie oor wat jy doen. Nou, om goeie goed te doen, vat jou nie hemel toe nie. Dit maak jou nie 'n kind van die Here nie. Maar ons moet die regte goed doen om te wys ons is kinders van die Here. Verstaan, verstaan almal daai nie? Ons verstaan. So, begin is het jy al jou hart van die Here gegee? Ja, ja. Toe ek so lank hoop so. Ja. Okay, so goed is. Okay. So as ek sê ek het van die Here, dan moet ek reg optree. Ja. Okay. So goedhartigheid is baie belangrik. Dit kom by naaste liefde. Wat is naaste liefde? Naaste liefde. Ek is nie vir die naaste persoon aan my. Nee, ek is verder. So ek is lief. Okay, jy loop hoor sy dan hartig is en in 'n klaar manier te sien. Ja, daai story. Daai story. Okay, so dit gaan daaroor 'n man is geroof langs die pad, hy is net so gelos en 'n klomp mense verwam geloop en kodes skoon. Nee, die kodes nie. Ek loop verby nou. Ek het by. So hy het nou gekom. Ek help jou man. Hyso. Dankie. Ai, nou. Ek dink dis funny. Ja. Ja. So, die barmhartige Samaritaan, wat belangrik is, die ouder, die man, was die Samaritaan, wat die man gehelp het, wat seer gekry het. Hy het glad nie van mekaar gehou nie, daai twee nasies. So, en toe het hy nog steeds gegaan en die ander ou gehelp. So, naaste liefde, dis maklik om die mense na by jou lief te hê. Dit raak moeiliker om die mense my weer nie al te saam stem nie en mense weer die skouers skuur omdat hulle in regte wonder nie stem. So goedhartigheid het baie te doen met naaste liefde. Dit gaan oor die mense om jou. Dit gaan oor om goed te doen vir die mense om jou, nie net die nader mense nie, maar almal. Okay. So dit beteken as jy iemand sien sukkel en dan wees dan versigtig, as jy iemand sien sukkel of dit is nou iemand wat goed swaar gedra of wat hulp nodig het, dan vra dit vir jou ma of pa en dan gaan help jy. So dit gaan regtig om almal te help. So naaste liefde, by goedhartigheid is baie belangrik. So naaste goedhartigheid het baie te doen met jou harte. Dinge wat ons doen. Okay. So in Markus 12:33 staan daar, dis die Here sê die belangrikste ding is jy moet die Here eers stel. Okay. So hy een van baie dinge. Okay. Dan die tweede ene is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En Jesus sê 'n paar keer daai ding, so dit is baie belangrik om vir almal lief te wees. Ek dink ons gaan almal drukkies en dit ons gee onverhard. Moet so hard. Naaste liefde is baie belangrik. Alraai, nou, ek gee julle dit. Hier staan sê die myne baie op en dan is dit baie belangrik, okay? So die myne, is dit nie? Romeine sê die volgende. Dit sê liefde moet opreg wees. So goedhartigheid begin ons hart. Ons moet dit bedoel. Ons moet nie goed gaan doen want ons wil iets terugkry nie. Dis verkeerd. Dit moet opreg wees. Dan vir as jy dit sleg is en hou vas aan wat goed is. Dan betoon hartlike broederlike liefde teenoor mekaar. Bewys eerlik teenoor mekaar en wees mekaar daarop tot voorbeeld. So Paulus het mense. Hoor jy mense? Die kerkmense. Ons moet mekaar respekteer. Ons moet vir mekaar omgee. Dit moet opreg wees. En dan moet ons 'n tyd te kan die kerk het. Ons moet uitvind om ons vir mense omgee en help. Onthou jy dis 'n erg lockdown was, ons het klop mense gehelp met kos. Ja, alles. So ons help waar ons kan. Okay, dit is goedhartigheid. Daai is presies goedhartigheid. Alraai. Goed, so dit is Romeine. Dan Galasiërs 6:10 sê, solank ons die geleentheid het, moet ons dus aan almal goed doen en vir al ons medegelowiges is. So partykeer dan vergeet ons van die maatjies in Jesus langs ons. En dan kyk my aan nie, so ons mekaar goed is. So, okay. So, die bottom line is, goedhartigheid begin by my hart. Ja, en want, dan, dan gaan dit oor na ons hande toe. So, ons moet goed doen. Goedhartigheid is om goed te doen. Gaan goedhartigheid ons in die hemel bring? Ja. Nee, nie heeltemal nie. Maar, moet ons dit wys? Ja.
Ja, want anders gaan mense nie weet ons is kinders van die Here nie. Ja. Okay, so. Dit is belangrik. So onthou nou net. En dan snij daar uit en doe my gop. Ek kan nie. Ek sorry. Okay, so goedhartigheid is soos lemoene en nee. Is soos lemoene en naartjes, dan is goed vir jou. Ja, Nicola, ja. Ja, okay, as, drink dan jou vitamine C. Dit is jou vitamine C. Dit is goed. So ek het goeie nuus vir julle. Arbei het net so baie vitamine C. Arbei? Onthou al die goeders, nee. So, as jy kyk terug in die gees is, liefde as het liefde nodig. Dan is dit vreugde, geduld, vriendelijkheid, en dan gedagtigheid, getrouheid, en nederigheid, ja, en selfbeheersing. Ek gaan gaan weghaken van die vitamienpille. Wel, nu wil ek. Ek laat hom nu wil ek. Bye! Jemine! Fijne, ons gedaan. Tot ziens.